Landbouwminister Prelaat Seudin zal binnenkort gesprekken voeren met de Franse autoriteiten over het probleem van illegale vissers bij de grens met Frans-Guyana. Hij sprak journalisten gisteren voor aanvang van de vergadering van de Raad van Ministers. De bewindsman stelt dat er harde maatregelen getroffen zullen worden om de vissers aan te pakken. Wel, ik zou vorige week in Frans-Guyana moeten zijn, maar last minute is het gesprek afgelast door de Fransen zelf. En daarna werd ik vorige week woensdag tegen een app of ik donderdag daar wilde zijn. Maar ja, zo kort, door een paar uurtjes daarvoor, dat gaat je nooit lukken. Dus dat wordt nu even uitgesteld. Ik ben ready, laat zij aangeven wanneer ze zover zijn. Maar ondertussen zijn we bezig met alle andere voorbereidingen. Gesprekken met vissers van wie we weten dat ze illegaal bezig zijn. We treffen ook maatregelen. Maar dat we weten dat iemand illegaal bezig is, trekken we van Gurgo in. Maar er moet uiteindelijk een definitieve oplossing komen. De minister geeft verder aan dat het niet optimaal functioneren van de kustwacht de controle op de illegale vissers bemoeilijkt. Het benadrukt dat het ministerie van Defensie de organisatie zal assisteren vanuit de Surinaamse zijde. En de Franse autoriteiten ook zullen inkomen met verhogende controles.